Lieve Jan, ik was nog maar 7 jaar toen jij mij gek maakte van crossen. Ik kon aan niks anders meer denken. Ik moest en ik zal net zo goed worden als jou. Het begon allemaal met de kleine pony Millstreams Siri. Zo! Heel goed! Daar hoor! Super! Zo ja! Wat dan veel beter, hè? Dat voelde je wel, dat verschil, hè? Dan bleef je er veel mooier achter, denk je, hè? Daarnaast bracht je opa's fokproduct Millstreams Diesel uit op het WK Jonge Paarden. En ik? Ik werd je allergrootste fan. Kom op, Jan! Naast Millstream Siri vond je ook al dat ik klaar was voor een D-pony. En dat begon met Millstreams Chanel. Na een tijdje stond de teller op 4 ponies, waarvan 3 eventingponies. Je leidde ons op naar het allerhoogste niveau. We werden sterker en sterker. Zo sterk dat je ons goed genoeg vond om deel te gaan nemen aan de internationale eventingwedstrijden. En je leidde ons zo goed op dat ik dat jaar nog een ticket voor de Europese kampioenschappen in Hongarije behaalde. En je vloog gewoon even van Nederland naar Hongarije om mij te begeleiden tijdens de cross. Ik was zo zenuwachtig, maar je gaf me al je tips. En daar reed ik dan, als 13-jarig meisje, mijn allereerste EK-cross. Voor de cross gaf je me al je tips. Na de cross vertelde je me wat er beter kon. En tijdens de EK-cross, langs de zijlijn, riep je... Gas! Gas! Maar op dat moment verstond ik er niks van. Toch ging ik veel harder, want jouw blik zei mij genoeg. En ik finishte foutloos. Ik was zo blij. Maar ook na de cross stond je gelijk weer voor ons klaar. De andere ponies leidden we samen op naar het allerhoogste niveau. En dat lukte, want ook dit jaar behaalde ik een ticket voor de Europese kampioenschappen in Engeland met 2 ponies. Maar welke pony moet ik kiezen? Daarmee zou jij me helpen. Het zal super pittig worden zonder jou, maar ik weet zeker dat je met me meerijdt. Naast dat ik jouw allergrootste fan was, was jij altijd een van de eerste die mijn video's op YouTube had bekeken. En daarom hield ik je op de hoogte met mijn persoonlijke vlogs. Je voelde je de laatste tijd al niet zo lekker, maar natuurlijk namen we via telefonisch contact de cross gewoon goed door. Hoi Jan, we zijn net aangekomen en het is hier echt heel mooi, je had gelijk. Ik vind het heel erg jammer dat je er niet bij bent, maar heel veel beterschap van ons. Daarnaast leiden we de jonge paarden van opa samen verder op. We hadden nog zoveel plannen samen en heel mijn toekomstplan had je in je hoofd uitgewerkt, maar deze kan ik je nooit meer vragen.
En ook mijn rijstijl heb ik van jou overgenomen. Zelfs de blik heb ik van jou overgenomen. Het is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. In mijn gedachten ben je heel dichtbij. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Dit pakt niemand ons meer af. Deze tijd gaat nooit verloren.